Ik heb één trainer hier bij me staan, Benny. Trainer van Nunspeet, Lucas Hoekman. En met hem napraten over de wedstrijd tegen de Meren van vanmiddag. Die voor Nunspeet in ieder geval verloren ging met 1-2. Lucas, een valse start. Een hele slechte start. Wat ging er mis? Nou, eerste helft ging er niet veel mis, behalve in de 45e minuut. Kijk, wij begonnen goed aan die wedstrijd. We creëerden behoorlijk wat kansen, zeker in de eerste half uur. En dan moeten we er 1 of 2 maken. En dat gevoel namen de jongens trouwens ook mee naar de kleedkamer. De Meren kwam natuurlijk voor een punt. Dat was ook wel te zien en ook begrijpelijk. En dan valt ineens er een goal. Want dat was denk ik de tweede bal of zo tussen de palen. Die vrije trap was bal 1. En deze. En het stond ineens met 0-1 achter. En dat namen we mee de kleedkamer in. En de tweede helft hebben we geen kansen meer gecreëerd eigenlijk. Voor zover ik me dat nu even heel snel kan herinneren. En voor mijn geest halen. Dus ja, dan win je hem ook niet meer. Ja, want die eerste helft, om daar nog maar eens eventjes op terug te komen. Dat eerste half uur, toch 3 behoorlijke kansen voor Nunspeet. Ja, ik zei, we moeten voorstaan. En dat werd ook door de jongens in de kleedkamer nog gezegd. Ondanks dat we met 0-1 achter stonden. Jongens, we gaan goals maken. Ja, je zei het al eventjes toen we hier net stonden te praten. Je mist eigenlijk een man op het middenveld, hè? Nou, we missen natuurlijk wat ervaring. En dat moeten we compenseren door goed te voetballen. En dat lukte de tweede helft niet meer. Nee, maar hoe komt het dan dat voetbal gewoon niet wil lukken? Dat is een kwestie van neerzetten, de leiding nemen in het veld. Die dingen gaan doen en iedereen daarop aanspreken die we afspreken van tevoren. En dat ging de tweede helft ook natuurlijk gedurende de tweede helft waarbij we op 0-2 kwamen achter. Ja, dan wordt het ook wat opportunistischer, want het staat helemaal op slot voorin. En dat was ook de verdienste van de Meer natuurlijk. Ja, want die zijn voor een punt gekomen, je zei het al. Ja, en we hebben ze drie cadeau gedaan vandaag. Ja, want het is de start van deze competitie. Allemaal tegenstanders die je niet eerder hebt ontmoet. Is lastig zo'n begin? Nou nee, we wisten wel iets van de Meer. En ze speelden ook zoals we het verwachten. We hebben louter vandaag echt van onszelf verloren zonder de Meren daar tekort mee te willen doen. Want die hebben gewoon 2 goals gemaakt en gewonnen. Maar het was vandaag niet goed genoeg voor de ambities die we hebben. Beste speler, Jardy Niebeek? Er waren geen beste spelers bij ons vandaag. Maar die heeft er toch nog wel een behoorlijke kans eruit gehouden. Nou, daar staat hij ook voor, hè? Ja. Je miste Dominique van der Gift na een half uurtje. Ja, die moest eraf. Die zou bij een bal op de goal schieten, dacht ik, schoot het in zijn hamstring. Ja, jammer. Dat is er weer eentje aan het rijtje geblesseerde. Ja, maar je moet het doen met degene die je beschikbaar hebt. En er stond vandaag echt een prima ploeg. Als je alle spelers stuk voor stuk even langsloopt. En dat hadden we ook wel laten zien, denk ik. Hebben we ook laten zien de eerste half uur. Werd goed gecombineerd, goed gevoetbald, kansen gecreëerd. Ja, het liep vanmiddag anders dan we graag gewild hadden. Ja, daar waar jullie verzuimden om te scoren, was het juist op dat moment vlak voor rust de tegenstander. Hè? Dat is ook een lastig moment dan, hè? Ja, maar die mag er niet in zitten. Ze hadden al een eerdere corner gehad waarbij iemand bij de tweede paal met een loopactie vrij kwam. En nu identiek en we staan allemaal te kijken. Niemand die de bal aanvalt. En hij kopt hem keurig binnen. Ja, nu komen er twee uitwedstrijden, Argos en Zuidvogels. Niet de minste. Ik weet het niet. Iedere tegenstander in deze klasse is nieuw voor ons. Maar er komen voor ons nu 2 lastige weken aan. Ja, want is er iets nou aan gedaan om iets van deze tegenstanders te leren alvast, te zien? Zeker. Onze analisten die bekijken de tegenstanders. Vandaag is er ook iemand geweest bij de tegenstanders van volgende week. Ja, dat ga je dan bespreken. Maar dat bespreek je ook met de groep? Ook aan de hand van beelden? Hebben we vandaag ook gedaan. We hebben ook inderdaad beelden laten zien. En ja, je vraagt je dan af of dat soms wel verstandig is om beelden te laten zien. Ja, want ook van deze wedstrijd worden beelden gemaakt. Ga je dat dan uitgebreid nog eens een keer zitten bekijken? Ga je het analyseren? Bespreek je dat met de groep allemaal? We willen wel elke week met de groep beelden bekijken van een situatie of meerdere situaties. En krijg je dan ook vragen van de spelers als je dat met de spelers bespreekt? Nou, wij bevragen hun aan de hand van de beelden. Dus we proberen ze bewust te laten worden wat er gebeurt en wat er beter kan. Ja, maar vragen zij dan ook van ja, trainer, hoe hadden we dat dan anders kunnen doen? Wat kunnen we hiervan leren? Dat is de communicatie heen en weer tussen spelers en staf.
Maar die communicatie is wel goed? Volgens mij wel, ja. Je zegt volgens mij wel, je twijfelt daar toch niet aan? Ik twijfel niet, maar kijk, soms kan Blanco de wedstrijd ingaan, soms ook heel goed zijn. Dat is zo. Ik wens je veel succes komende weken. Dank je wel. Dat was het, Lucas Hoekman, over de wedstrijd Nunspeet tegen de Meeren. Vanmiddag voor Nunspeet, in ieder geval nederlaag. De eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. 1-2 werd het hier op Sportpark de Wildzang. En dit is vandaag op jou.